Een druilerige dag vandaag, maar een stevige wind uit het zuiden. De maximumtemperatuur ligt rond de 10 graden. Dag, dit is het TV West Nieuws van donderdag 20 februari met daarin. Weer demonstratie in Leiden bij flat van Benno L. Brits warenhuis Marks & Spencer in Den Haag officieel geopend. En de Westsafari verdiept zich in snowboarden. Dag dames en heren. Voor de flat van de veroordeelde pedoseksueel Benno L. in Leiden hebben gisteravond opnieuw enkele tientallen demonstranten gestaan, ondanks een eerder afgekondigd samenscholingsverbod. De gemeente Leiden kwam met het verbod voor het gebied waar Benno L. woont, in het belang van de veiligheid en de rust in de wijk. De demonstranten lieten zich niet tegenhouden en kwamen toch richting de flat waar Benno L. woont. Door in kleine groepjes te staan wilden ze het verbod omzeilen. Na ongeveer een uur waren ze weer verdwenen. De druk om Benno L. te verplaatsen is groot, maar kunnen buurtbewoners bepalen of iemand ergens mag wonen? Een goed voorbeeld van waar dat wel gebeurde is het verhaal van Rinus de Wipper uit de Haagse Schilderswijk. Bob! Eruit! Het is al 2 uur geweest. De KRO maakte in 1969 een documentaire over het gezin van Rinus. Hij woont met zijn vrouw en 7 kinderen in de Jan de Baanstraat in Den Haag. In de uitzending krijgt Nederland voor het eerst te zien hoe het er in de Schilderswijk aan toe gaat. Het gezin woont in een veel te klein huis. Met de hygiëne is het slecht gesteld en Rinus is geen voorbeeldvader. Dat levert hem de bijnaam Rinus de Wipper op. En Fenn moet ook eens een keer een vrouw hebben. Hè? Als je kunstje wil flikken, moet je kijken dat de kinderen niet uit de achterkamer komen. Ja, zo is het toch? God, stel dat jij daar... Hè? Leg de wippen bij wijze van spreken en die klanten komen eruit lopen. Nadat de documentaire is uitgezonden, komen de buurtbewoners in opstand tegen het gezin van Rinus. Fotograaf Jos van Leeuwen legt het allemaal vast. Uiteindelijk de volgende avond, toen werd het echt hartstikke wild. En toen is de hele mobiele eenheid erbij gekomen. Met het waterkanon, er zijn meerdere mensen toen aangehouden. Dat was wel eventjes een hele oploop. Maar ja, waarom waren die mensen nou zo boos dan? Ja, de buurt werd helemaal in een donker daglicht gezet daardoor. Daar vlak onder op 78, dat kent u van de grond eten. Dat kent u van de grond eten. En dat nemen ze dan niet. En hebben die mensen er uiteindelijk voor gezorgd dat hij toen weggegaan is met zijn gezin? Ik had wel begrepen dat als je dus een heleboel gaat teruglezen heel snel, dat die familie wel geëvacueerd is op dat moment, ja. Want uiteindelijk krijgt de politie het gezin uit het huis. Ze worden naar een geheim adres gebracht en keren nooit meer terug in de Jan de Baanstraat in Den Haag. In de Haagse binnenstad is gisteravond het Britse warenhuis Marks & Spencer officieel geopend. De vestiging van Marks & Spencer in Den Haag is met bijna 5000 vierkante meter de grootste internationale winkel van het Britse warenhuis. De opening is een mijlpaal voor de vernieuwing in de Haagse binnenstad. Later dit jaar worden ook het nieuwe warenhuis van Primark en een nieuwe passage opgeleverd. In een portiekwoning aan Het Zicht in Den Haag heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur brak rond 6 uur uit op de 3e etage van de portiekflat. De bewoners en een aantal buren wisten op tijd naar buiten te rennen. De brandweer heeft later nog een kat en een hond uit de woning gehaald. Ondanks een poging om de dieren met mond-op-snuitbeademing te redden, hebben beide dieren het niet overleefd. De politie onderzoekt de brand. Geen Nederlanders vandaag in actie op de Olympische Winterspelen in Sochi, maar gisteren was er wel weer vrij oranje succes. Onze Bart Nolles is nog altijd aan de zonnige kust van Rusland. Zilver en brons op de 5000 meter bij de dames. Irene Wüst pakte haar 3e zilveren medaille deze Spelen en is op weg Olympische geschiedenis te schrijven. Brons was voor de bijna 36-jarige Karien Kleibeuker. Bijzonder verhaal. 7 jaar geleden gestopt met schaatsen, moeder geworden, gaan werken. Het schaatsen toch weer opgepakt en nu dus Olympische brons. Ze wil daarmee ook een voorbeeld zijn voor alle hard werkende moeders in Nederland. Nou, dat is wel een oproep aan alle moeders die op de bank zitten s'avonds. Maar in ieder geval, ga lekker sporten. Dat is wel. Ik hou gewoon heel erg van schaatsen. En dat is de reden waarom ik inderdaad weer van de bank en achter mijn bureau weg ben gekomen. Een paar, denk ik, 2, 3 jaar geleden. En dat levert dit op. Dat is wel voor mij wel echt heel bijzonder. En dat is super mooi. Toen Irene Wüst nog een klein Irentje Wüst was. Heeft ze er toen van gedroomd om misschien wel de meest succesvolle Olympiër ooit te worden? Nee, dat durfde ik niet te dromen. Nee. Maar je staat op het punt van. En wat doet dat jou nu als 27-jarige?
Ja, daar ben ik nog niet mee bezig. Ik ben niet bezig met lijstjes, ik ben bezig met de Olympische Spelen. En ik heb vandaag wel alles gegeven. En ik hoop straks met de ploegachtervolging, met de andere dames ook alles te geven en voor goud te gaan. Dus, en dan zien we daarna wel verder. Dat vrijdag en zaterdag de ploegenachtervolging en dan weer kans op Nederlandse medailles. En iedere Nederlandse medaillewinnaar, en dat zijn er nu 22 geweest, worden gehuldigd. En gaan daarna langs bij de collega's van Radio 538, bij Edwin Evers. Een van zijn vaste sidekicks is Hagenaar Rick Romeijn. Het lijkt wel of de Olympische Spelen dit jaar het allerleukste zijn van alle keren dat we zijn geweest. Het komt voornamelijk door succes. Het weer speelt, spreekt heel erg mee. Dat doet, ja, of je hier nou zit, net zoals vandaag, valt het allemaal een beetje mee. Maar als je van de week ziet met 16 graden en er komt hier een vrolijke Erwin Wennemars binnen. Of er komt hier Jan Smeekers komt binnen of Mark Tuiter of Irene Wüst. Ja, dat is fantastisch. En met al 22 medailles is het als radiomaker prettig werken. Als je hier zou zitten en het zou elke dag zijn, net niet. Dan wordt het zo vervelend. Maar nu is het elke dag net wel of net wel. Ja, dat maakt het alleen maar mooi. Oké, tot zover de kranten voor dit moment. Hagenaar Romeijn ziet in Sochi weinig overeenkomsten met zijn woonplaats. Er is met Den Haag heel weinig te vergelijken eigenlijk. Ja, misschien een beetje. Ja, het verkeer is een beetje dramatisch hier zo. Dat is het enige wat echt heel slecht is hier zo. Maar voor de rest is het niet te vergelijken met Den Haag. En de laatste is de A67 Turnhout Eindhoven bij 21.0. De lage zijde in Alphen aan den Rijn is al jarenlang een hoofdpijndossier voor de gemeente. De plannen om het verpauperde winkel- en woongebied in het centrum van Alphen op te knappen gingen keer op keer niet door. Nu doet de gemeente een nieuwe poging met een nieuwe insteek. Meer woningen en minder winkels. We hebben als doelstelling om te komen tot een invulling van een gebied waar meer gewoond kan worden. Waar eigenlijk ook vertoefd kan worden, hè, waar een soort verblijfsrecreatieve functie aan kan worden gegeven. En dat ook met name het winkelkerngebied aan de lage zijde, dat elkaar gaat versterken. En dat is een groot verschil met het eerdere plan van de gemeente, waar 10.000 vierkante meter winkels moesten komen. Nu dus vooral woningen op het Torbekkenplein. Met name zorgen dat rondom het Torbekkenplein een grote diversiteit van wonen mogelijk is. Dat betekent dus een differentiatie van wonen, koop en huur. Ik zou bijna zeggen voor alle doelgroepen. Wethouder Van As wil snel beginnen met de vernieuwing van het plein. Daarvoor moet eerst gesloopt worden. Dus de raad voorstellen om zo spoedig mogelijk, dat zal wellicht wel na de grote vakantie plaatsvinden, om over te gaan tot sloop van die gebouwen die gewoon gesloopt kunnen worden. En daarmee zou kunnen worden begonnen in september. En dat moet natuurlijk uiteraard de raad ook goed vinden. Dus dat is ook ons voorstel aan de raad. Om dan eindelijk een keer daadwerkelijk door te kunnen pakken. En voor dat doorpakken is volgens Van As vooral positiviteit nodig. We zijn allemaal ambassadeur van onze gemeente. En als we nou allemaal eens positief ons uitlaten over Alphen, dan krijgen we daardoor een spin-off effect. Waardoor veel meer partijen geïnteresseerd zullen zijn in onze gemeente. En wat wij nu doen, dit college, is dat de zaak gewoon omdraaien. We gaan nu echt beginnen en we laten zien wat we waard zijn. Ook vandaag zijn onze West Safari-verslaggevers Hans Otte en Annelies Dijkman weer met hun Olympische tour door de regio bezig. En ja, dan kan de sneeuw natuurlijk niet ontbreken. Na al het schaatssucces op de Olympische Spelen gaan we vandaag eens de sneeuw in. We gaan snowboarden. Nou ja, ik niet. Zij doen aan snowboarden. Freestyle snowboarden. Waarom zijn we hier? In de Uithof in Den Haag wordt snowboardles gegeven. Dit is de toekomst als Nederland toch ook in de toekomst na het schaatsen goud wil halen. Snowboarden. Richard de Ruiter, goeiedag. Hallo. Jij geeft hier les in de Uithof. Ja, dat klopt. Waarom is het de toekomst van Nederland, dat snowboarden? Nou, het wordt steeds populairder. Dat zie je wel. De laatste jaren zie je steeds meer snowboarders. Maar goed, waarom doen wij het zo goed dan als Nederlanders? Nou, omdat wij hier op de indoorbaan het hele jaar door kunnen snowboarden. En als je dus het hele jaar kan trainen, dan kan je best goed worden. Wil je ook naar de Olympische Spelen toe? Ja, in de toekomst natuurlijk wel, maar
voor mijn toekomst ja, lijkt het me wel leuk om in de Olympische Spelen te spelen natuurlijk. Hoe oud ben je nu? 15. Ja, Zuid-Korea, Pyeongchang geloof ik gaat het worden. Ja, misschien wel. Pyeongchang Jaarkamp. Oké, daar komt Damien. Mooie noseblunt. Bijna dan. Hard layback 1. Iets meer op je hakken leunen, anders stuur je er te weinig naartoe. Dus waar staan we nu bij? Wat is dit? Dit noemen wij een rail. Een beetje denk aan een trapleuning, hè? Daar lijkt het een beetje op. Dus is het ook ooit zo begonnen? Ja, nou, daar komt het hele idee vandaan. En zo leer je het ook om in het echt trapleuningen te gaan rijden. En dat doen we ook wel eens. Want in Nederland niet mee natuurlijk, hè? Nee, we hebben heel weinig sneeuw, dus dat is sowieso lastig. Wat we wel eens doen is gewoon in een busje sneeuw meenemen en dan gewoon sneeuw meenemen in een busje inderdaad. Ja, een stuk of 20 zakken. Waar haal je die vandaan dan hier uit? Van de schaatsbaan inderdaad. Ja, je moet inventief zijn in dit sneeuwonzekere landje. De snowboarders willen mij ook nog een hele bijzondere truc laten zien, een spray. Is dat leuk, sprayen? Ja, ik weet niet wat spray is, ja. Dit was het voor dit moment. Meer nieuws op onze app voor smartphone en tablet. En natuurlijk op onze website omroepwest.nl en op 89.3 Radio West. Prettige dag vandaag. Dag.